We zijn zij zijn zo en we zullen eens beginnen een omover aan ons leerkrachten waar remtjes te verzinnen. Dat is niet te serieus. We willen niemand hier zien wenen. En ja, onze valse stemmen, daar moeten we niet om geven. Wij beginnen met Vanessa, dat is onze klas titularis. Altijd rond de 50, jullie weten wel dat waar is. Al die grote toetsen waar we toch niks van pakken. Want leerstof over hersenen, dat blijft gewoon niet plakken. In Engels zouden we niet weten hoe dat we het spreken. Toetsen worden toch pas na een jaar teruggegeven. Maar Shona positief, dus dat kunnen we van hier zien. Altijd ramen open, ook al is het rond de min 10. Cousins is wel babbelen, dus wij een goede mur. Het zou alleen wat beter zijn zonder al die koffiegeur. Kunnen volgen, want het gaat snel, dat hebben we van B. De sneltrein van de wetenschap, we zijn nooit meer mee. Een buisje hier, een helftje daar. Geen gewoon puntjes, want ik mis er een paar. Door al die deadlines zien we het echt niet meer zitten. Alles wat we willen is gewoon al langer pieten. Een buisje hier, een helftje daar. Nog een paar weken en dan zijn we klaar. Ik wil het niet meer weten wat ik nog moet doen. Moet je gewoon nog niet op pensioen. Nous parlons français. Mieux kan les passer, maar effectief les krijgen, daar doen we niet aan mee. Hetzelfde hier, bij verwatje van chemie. Als je ons niet wilt in bijzen, vraag dan eens wat theorie. En bio, dat zijn bijbels dat we hier moeten studeren. Kunt je dan niet af en toe een puntje meer geven? Eco, dat is niet moeilijk. Ja, wat moeten die doen? Dat is mijn eerste voor bedreigd, gewoon tellen met wat doen. Communicatie, in een blogje schrijven. Komt er een moment dat wij nog leerstof krijgen? Alle leerkrachten die nu niet zijn gepasseerd, we hebben klachten genoeg, dus voel je niet te snel bereid. Een buisje hier, een helftje daar. Nu gewoon puntjes, want ik mis er een paar. Door al die deadlines zie je het echt niet meer zitten. Alles wat we willen is gewoon maar aan het pieten. Een buisje hier, een helftje daar. Nog een paar weken en dan zijn we klaar. Ik wil het niet meer weten wat ik nog moet doen. Moeten we nog niet op pensioen? Oké, ja, mannen. Examens komen eraan. We gaan ze banen, of niet, we zullen wel zien. In ieder geval, tot nooit meer. Let's go. Een buisje hier, een helftje daar. Kun gewoon wat puntjes, want ik mis er een paar. Door al die deadlines zien we het echt niet meer zitten. Alles wat we willen is gewoon al aan je pieten. Een buisje hier, een helftje daar. Nog een paar weken en dan zijn we klaar. Ik wil het niet meer weten wat ik nog moet doen. Moet ik wel nog niet op pensioen. Een buisje hier, een helftje daar. Kun gewoon wat puntjes, want ik mis er een paar. Door al die deadlines zien we het echt niet meer zitten. Alles wat we willen is gewoon al aan je pieten. Een buisje hier, een helftje daar. Nog een paar weken en dan zijn we klaar. Ik wil het niet meer weten wat ik nog moet doen. Moet ik wel nog niet op pensioen? Wij zijn wel, zij zaaien zo, hè.